Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe My Team Career aflevering hier op mijn YouTube kanaal. Het heeft even geduurd, ik had even wat andere dingen aan mijn hoofd, dingen in het echte leven. Dus het heeft even geduurd voordat ik YouTube weer op heb kunnen pakken. Maar dat gaan we bij deze weer doen jongens, we gaan weer gewoon video's maken. En daar is deze My Team aflevering de tweede video van deze week. Andere video was de H20 League Race livestream. Waarmee ik nu een paar weken mee ga rijden op de maandagavond. Check die video ook even. Check ook die kanalen die daar in de omschrijving staan van die video. Om mij te kunnen volgen in die races. We gaan verder met de carrière waar we zijn gebleven. Oostenrijk in dit geval. Na deze race zullen we ook moeten kijken of we het contract van Nick de Vries gaan verlengen. Daar zullen we even naar gaan kijken. Trouwens, waarschijnlijk ga ik met een weekje een F1 2020 PC giveaway doen. Dus volg mij op Instagram, die giveaway zal op Instagram zijn. Dus ga maar daar zeker even volgen. En dan is het nu back to business. We gaan even kijken wat we ervan gemaakt hebben in de derde vrije training. Tiende tijd voor ons, we zaten er redelijk goed bij. 1,5 seconde van Valtteri Bottas af, als ik het goed heb, die daar P1 stond. En 14e sneller dan mijn teamgenoot Nick de Vries. Dus we zitten er redelijk bij, in ieder geval in vrije training 3. Of dat het zo gaat blijven in de kwalificatie, dat ga je nu zien. Ja, daar zijn we dan in de kwalificatie. Kwalificatie en race zijn trouwens allebei droog. Dus dat is goed nieuws voor ons. We zitten hier aan het einde van onze outlap en gaan ze onze eerste vliegende ronde starten hier in Oostenrijk. En dan zullen we echt zien hoe we erbij zitten in de kwalificatie. Gaan hier over start-finish. Bocht 1 is een belangrijke. Je pakt hier links zoveel mogelijk curb met twee wielen over die curb, zodat je deze bocht harder kan insnijden. Dat de entry snelheid hoger is en je dus meer snelheid kan meenemen dit lange rechte stuk op naar boven. We hebben natuurlijk die Honda motor, die loopt echt niet zo hard als de Ferrari en Mercedes motor. Dus ja, dit is niet echt een circuit waar we echt voordeel kunnen gaan halen. Ondanks dat we de motor natuurlijk wel een beetje hebben geüpgraded in de vorige afleveringen. Zit hier in ieder geval in onze snelle ronde. Eerste sector lijkt redelijk te gaan. We hebben Carlos Sainz hier voor ons zitten. Hopelijk houdt hij me niet op in dit rondje. Ik kom in ieder geval goed uit bocht 3 als ik het goed heb. En dan gaan we hier die dubbele linker in. Dat is een belangrijke bocht. Hier moet je goede grip hebben, goede entry speed, goede downforce hebben. Schiet hij iets wijd uit die tweede linker. Waardoor we iets op die curb komen en iets minder snelheid meenemen hier naar boven. En dan gaan we naar bocht 8-9, de dubbele rechter. Belangrijk om rechts op die curb te zitten, zodat je hier goed uitkomt. En ook dat je hem hier goed insnijdt. Hou er iets in. En lijken daardoor iets tijd te verliezen. En dan is het een 1-4-1 op dit moment. Derde tijd voor ons op dit moment. Moet een paar tienden toegeven op Kevin Magnussen. En uiteindelijk staan we 19e met die tijd. Gaat iedereen nog een rondje zetten? In ieder geval de top 14 tot top 22 jongens. En ook wij zijn de allerlaatste die een rondje kunnen gaan beginnen. Nou, doen we weer hetzelfde. Gaan hier iets wijd uit bocht 1. En dan zie je aan de delta dat we gelijk weer iets tijd verliezen. Maar dat we nog wel groen gaan. Nou, maar daar goed snelheid mee. Misschien net iets te wijd. Terwijl de engineer zegt dat er regen aankomt aan het einde van over 10 à 15 minuten. Nou ja, ik denk niet dat we Q1 uit gaan komen. Dus ja, of er moet echt een wonder gebeuren. Dus wij krijgen sowieso niet met die regen te maken. In ieder geval hier aanremmen. Rechter blokkerend, rechts blokkeert. Zitten we nog maar een halve tiende onder onze tijd. En zullen we de rest van het circuit echt goed moeten nemen. Maar je ziet dat we hier bij de entry nog meer tijd verliezen. Nou, hier kunnen we tijd winnen. Hier gaan we eerder op het gas ten opzichte van het vorige rondje wat je gezien had. En dan pakken we bijna 1,5 tiende. En dan moeten de laatste twee bochten echt heel erg sterk zijn. We gaan hier iets wijd in die eerste. Kost ons weer 1,5 tiende. Dan gaan we hier wel vroeg op het gas. Maar ja, komen we ook weer iets wijd uit. Gaan we een tiende verbeteren. En welke tijd is het dan uiteindelijk? P20. Daar was ik al een beetje bang voor. De auto is natuurlijk nog steeds niet super ver doorontwikkeld. Dit is echt een baan waar je veel... waar je gewoon veel motorvermogen nodig hebt. Echt een powertrack, veel lange rechte stukken. En onze Honda motor is daar gewoon niet zo heel erg sterk. Maar goed, aan de andere kant, weet je, misschien kunnen we in de race redelijk in de DRS bijblijven en meegetrokken worden door de snellere jongens. En misschien een strategie het een en ander doen.
Dus ja, laten we gaan kijken wat we kunnen gaan doen in de race. This is it then, race day in Spielberg for this year's Austrian Grand Prix. The grandstands were a sea of red in 2019, thanks to the commemorative hats in honor of the late great Niki Lauda, who took home victory, of course, back in 1984. And it's a sellout crowd once again here today. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with seven rights and just three lefts, making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn two is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn three. Turns one, three and four are all potential opportunities to overtake. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Alexander Albon, and Ricciardo, Perez, Sainz, Stroll, and Kimi Raikkonen. Leclerc, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Norris, Antonio Giovinazzi, and Ocon, Magnussen, Kvyat, Romain Grosjean, and Pierre Gasly, De Vries, Jensen, Russell, and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, daar zijn we dan. Gaan even kijken naar de strategie natuurlijk. Het ziet er redelijk bewolkt uit. Het zou gaan opklaren in de race. Dus als het goed is, hebben we geen last van regen. Strategie is eigenlijk een hele simpele. Soft, medium, dat is gewoon de snelste strategie. We zouden hem nog reversed kunnen doen. Medium, soft. Maar we gaan gewoon met de rest van het spul meerijden. Kijken waar we kunnen profiteren. Misschien kunnen we een undercut doen. Een rondje eerder pitten. Neem een halve ronde extra benzine mee, want de laatste tijd sparen we nogal veel benzine. En als dit de setup waarmee ik ga rijden, 3-6 vleugel. 50, 51, vraag me niet waarom. Of throttle differential, ik pas hem hier ook aan naar 50-50. De suspension geometry bijna helemaal naar rechts en dan de rest helemaal naar links. 2-5-3, 7-2-5 is de suspension. En ja, dan gaan we kijken naar de brakes. Dat is eigenlijk altijd 150, dat geef je de meeste turn in. Ja, en de banden heb ik flink zachter gezet om oververhitting van de banden te voorkomen en het slijtage niet te hoog te laten worden. Is het tijd voor de formatieronde? Gaan we natuurlijk niet helemaal kijken. Maar ja, altijd belangrijk dat je wat rubber en grip neerlegt op de plek waar je start, zodat je bij de start misschien een betere start hebt. Tenminste, dat is in het echt zo. Wij trekken dat spoor eigenlijk veel te laat hier. En wat nog even belangrijk is, de motor is redelijk versleten zoals je kan zien. En de versnellingsbak zit op 66%. Dus daar kunnen we last van gaan krijgen in de race. In ieder geval, formatieronde is ten einde. Wachten tot alle auto's op de grid staan. Nou ja, dat gebeurt vrijwel direct nadat ik sta. En daar gaan de lampen branden. 3, 4, 5 lampen staan aan. En als ze uit zijn, zijn we onderweg. En daar zijn ze uit. En daar zijn we onderweg. Hebben een redelijk goede start. Hebben de overtakeknop aan. Maar ja, bocht 1 is ontzettend krap. En ligt daar dan ruimte voor mij? We zijn Nick de Vries voorbij. We zitten te kijken bij Gasly. Moeten we ruimte aan de binnenkant laten? Snijden we zelfs iets af om die ruimte te laten? En zullen we nu in de slipstream moeten gaan aanhaken? Nick de Vries, links van me. Ik kan veel later remmen. Rem je extreem laat. Pakken Gasly. Pakken ook Grosjean lijkt het hier aan de binnenkant. En zitten we naast Kvyat. Toch een paar posities gepakt aan het begin van de race. Niet te veel natuurlijk. Ik kan de hele boel wel divebomben. Maar dat is helemaal niet realistisch. We krijgen nu Grosjean weer aan de binnenkant bij ons. Kunnen wij dat verdedigen? Grosjean heeft die Ferrari motor natuurlijk. Blijft een beetje naast ons hangen. Maar wij hebben hier de binnenkant. En zo positie 17 in handen. In ieder geval halverwege het rondje.
Kvyat, bijna gelijk uit de DRS. De deltas kloppen nog niet helemaal. Er was een bug in het spel, dat is volgens mij nu al lang opgelost. En dus zullen we moeten zorgen dat we bij Kvyat in de DRS zitten. In rondje nummer 3, want dat is de enige manier om in de buurt te blijven van de snellere rijders voor ons. Het zal een moeizame race voor ons gaan worden waarschijnlijk. Maar we gaan er toch het allerbeste van proberen te maken. AI staat op 110. Dus ja, het allerzwaarste niveau. En dus maken we het onszelf absoluut niet makkelijk in de My Team Career Mode. Maar ja, het is wel realistisch natuurlijk. Als ik de hele tijd podiums pak. Ja, dat zou gewoon helemaal nergens op slaan. En dus hebben we hem realistisch staan. In ieder geval de eerste anderhalve ronde zijn we vlekkeloos doorgekomen. Herhaling van de start. We zien dat Hamilton goed weg is, maar ook de Ferrari van Vettel daar goed weg is in bocht 1. En ja, hier achterin zie je mij laat aanremmen. Pakken daar Nick de Vries. Proberen daar Gasly te pakken. Snijden we iets van die baan af, omdat we anders misschien contact hebben en schade oplopen. Dus dat proberen we hier te voorkomen. En dan is het Nick de Vries die met de slipstream naast mij komt te zitten. Maar ja, die kan daar niet laat remmen. Wij zitten hier aan de binnenkant. Remmen wel laat. Maar moeten hier ook toch voorzichtig zijn met de auto's naast ons. Zodat we geen schade oplopen of misschien spinnen. Maar toch 3 posities te pakken daar bij de start. En daar kunnen we zeker tevreden over zijn. Komt Grosjean nog aan de binnenkant bij mij? Nou ja, die weten we uiteindelijk af te dichten. Maar je ziet dat die Ferrari motor gewoon harder loopt dan dat ik loop. En ik toch wel laat moet remmen hier om hem voor te blijven. Uiteindelijk gaat dat allemaal goed. Dat was dus de start gezien vanuit een andere camera standpunt. En dus kunnen wij in ronde nummer 3 toch aanhaken bij Kvyat en Magnussen. Grosjean op 1,7 seconden, maar die staat ook op de medium band. Die kan dat tempo niet bijhouden gelukkig. En het goede nieuws voor ons is dat we gewoon DRS hebben. Dus wij kunnen hopelijk gewoon meegetrokken worden met de DRS-trein die voor ons rijdt. En daardoor in de buurt blijven van iedereen die voor ons rijdt. Nick de Vries ligt een paar seconden achter me. Wij blijven dus bij in die DRS-trein. Spari zette de motor zelfs een beetje in lean om de motor niet te laten overfit. Als je te dicht langs achter andere rijders rijdt, kan die motor te warm worden, waardoor je juist topsnelheid gaat missen. En onze motor is al versleten. Maar we kunnen in ieder geval redelijk bijblijven. En ook in rondje nummer 5 zie je dat we de druk gaan opvoeren bij Kvyat. Kvyat zelf aan het kijken, moet daar vroeg op de rem voor Magnussen. Nemen wij hier een iets andere lijn, proberen de auto sneller recht te hebben. Hebben we heel iets wielspin hier op de exit, maar dan overtaken op. En dan lijken we hier misschien toch wat te kunnen gaan doen. Aan de buitenkant misschien, moeten we laat remmen? Doen we. Kvyat heeft daar een klein momentje. Proberen we hier achterlangs terug te kruisen. Lukt. Vroeg op het gas. Maar ja, dan heeft Kvyat 2 keer de binnenkant hier. Het is 2 keer linksaf. Moeten we hem buiten omhouden. Gaan we heel laat die bocht in. Zitten we nog steeds naast elkaar. Moeten we ook hier later induiken. Komen we iets te wijd uit, lijkt het. Maar komen we op die curb terecht. En weten we net voor Daniel Kvyat terecht te komen. En zo pakken we plek nummer 16. Moeten we de overtakeknop gebruiken om bij Norris in de DRS te blijven. En zo in rondje nummer 5 schuiven we toch op naar positie nummer 16, vroeg in de race. En dus kunnen we wel degelijk een beetje vechten met de auto's om ons heen en dat is goed. Herhaling van dat moment, gezien van de auto van Kevin Magnussen. Wel op de softs ten opzichte van Grosjean die op de medium staat. En je ziet hoe dicht ik daar achter Kvyat zit. Ik heb gewoon veel beter exit. Ja, Magnus ook met DRS. En ja, achter in beeld zie je dus Kvyat daar met een momentje. En ik kan hem dan hier buiten omhouden. Maar dan kruis ik toch achterlangs terug. En dan zie je hoe diep ik hier moet gaan met die bocht induiken om er überhaupt naast te blijven. Ik moet natuurlijk 2 keer meer afstand afleggen aan de buitenkant. En dus moet ik dat compenseren door later en harder die bocht in te duiken. En uiteindelijk pakken we de positie op Daniel Kvyat. Dat allemaal in rondje nummer 5, rondje nummer 7. Zitten nu te kijken bij Magnussen. Magnussen op zijn beurt compleet uit de DRS bij Lando Norris, die daar 2 seconden voor rijdt. En dus zou Magnussen een makkelijke prooi voor mij moeten zijn. Gaat hij dat ook zijn? DRS open. Magnussen zijn achtervleugel blijft dicht. We hebben overtake. Ja, en dit gaat een redelijk makkelijke inhaalactie zijn, denk ik. We zitten er al redelijk voor. Moeten toch wel laat hier aan de buitenkant remmen. Komen iets op de curb. Ja, Magnussen komt terug met die Ferrari motor. En zit hier dus rechts aan de binnenkant. Maar ja, dan duiken wij weer laat die bocht in.
gaan we iets wijd, waardoor we Magnussen iets de pas afsnijden. Ja, en dan schieten we hier helemaal wijd, maar gelukkig kunnen we dat dan verdedigen. Moet hier wel de binnenkant kiezen. Kvyat komt gelijk kijken bij Magnussen. Magnussen moest op zijn beurt inhouden op mij. Ja, we verliezen hier toch wel een klein beetje grip door dat uitstapje in het grind. Maar we hebben toch positie 15 te pakken. Gaat Lando Norris 3,3 seconden in de rondje nummer 8. En dus gaan we kijken of we überhaupt dichterbij kunnen gaan komen bij Lando Norris. Magnussen toch al op 17e gereden. Ik dacht dat ik hem gelijk weer in mijn spiegel zou zien, omdat hij nu de DRS krijgt. Ja, en ik natuurlijk nu zonder de DRS zit. Dan ben je echt wel flink in het nadeel. Maar ja, ook hier op de exit, gat wordt 19. Ik heb het idee dat Magnussen zijn banden eraan zijn. Rondje nummer 10, een paar rondjes later. Gat naar Lando Norris, 15e kleiner geworden. 2,8 seconden. Lando Norris zit daar ook in een gigantische DRS-terrein als je op de minimap kijkt. Die zie je nu zeg maar in het midden van de baan. Zie je een trein van 6 coureurs of iets dergelijks. Ja, en wij komen gewoon langzaamaan steeds iets dichterbij. 2,5 seconden, twee rondjes later. Hamilton al zijn pitstop gemaakt, die staat op een tweestopper. Staat op de softband, dus wij zetten de motor hier in lean. Laat hem die hier langs, zodat we zo min mogelijk tijd verliezen. We moeten heel iets inhouden. Kost ons misschien 2/10. Schieten door de dirty air hier wel flink wijd. Ja, het voorbij laten kost misschien 2/10. Maar wij pakken hier heel slim wel 2 keer, 3 keer DRS op dit rondje. We hadden al even geen DRS meer. Vettel trouwens ook in de pits. Die is naar de hards gegaan. Die staat op een 1 stopper. Nou ja, hier krijgen we weer DRS. En ook het volgende rechte stuk krijgen we DRS. Dus we gebruiken Lewis Hamilton een klein beetje om ons richting de trein aan auto's daar voor ons te trekken. En wat batterij te sparen, want de ERS was al redelijk laag. Ja, nu zitten we toch alweer op 40% en gebruiken geen overtake dit rondje. Dus dat helpt wel degelijk. Maar ja, je ziet nu Hamilton rijdt compleet bij ons weg. 2,5 seconden, twee rondjes later. Vettel zit nu ook achter ons. Hetzelfde verhaal, die laten we hier ook langs. En rondje nummer 15. Het is tijd om onze pitstop te maken na de mediumrand. We staan op die 1 stopper, gaan niet goed de pitstraat in. Gewoon safe, maar wel redelijk snel. Laat in de remmen. Banden blokkeren, maar dat maakt niet uit. Die banden gaan er toch af. Dus die mogen wat mij betreft tot het canvas helemaal verslijten daar in de pitlane. Zolang we onze pitbox maar halen. Raikkonen vlak voor mijn neus de pit uit. Wij maken hier onze stop. Wat voor stop is het? 2 seconden, dat is een hele goede stop. En dus lijkt het dat we tijd goed maken op Lando Norris die voor ons rijdt. En zeker hier met een toch wel gewaagde pit exit. We kwamen daar vlak langs die boarding, nemen goed snelheid mee. En zit Lando Norris nog maar op 1,4 seconden. En kunnen we dan dichterbij komen? We moeten redelijk wat batterij gebruiken. Maar ja, dan gaat Nick de Vries de pits in. Die houdt Lando Norris daar zodanig op dat wij opeens in de DRS zitten bij Lando Norris. Dat doet mijn teamgenoot Nick de Vries goed. En misschien beïnvloedt dat mijn beslissing wel om hem een nieuw contract te geven na deze race. Wie zal het zeggen? Giovinazzi, stopgemaakt, komt echt tussen mij en Lando Norris in de pit uit. En dus zitten we in ieder geval volledig in de DRS-trein weer. Het is een trein van 6-7 coureurs. Ja, en dus zien we op zich wel de punten rijden. P10 rijdt daar zeker rond, P9 waarschijnlijk ook. Maar zal het echt verdomd lastig worden om deze jongens in te halen. Iedereen heeft natuurlijk DRS op elkaar. Ja, en dus zal het niet makkelijk worden om die jongens in te gaan halen. Rondje nummer 18, halverwege de race zijn we op dit moment. We zijn echt wel aan het pushen. Ja, en daar hoor je het slechte nieuws van Jeff. Ik zei het al, hè? Versnellingsbak een beetje versleten. Dus we missen nu een versnelling. Dat gaat ons absoluut niet helpen. Volgens mij is het de vierde of de derde versnelling die we missen. Ja, en dus zullen we in wat hogere versnellingen rondrijden. Om die missende versnelling zoveel mogelijk te vermijden. Hier blijven we ook in z'n 5, terwijl we normaal misschien naar z'n 4 zouden gaan. Maar goed, we weten wel met de DRS in ieder geval bij te blijven. Lando Norris lijkt de pace niet te volgen. De trein is kapot gegaan. Ja, het slechte nieuws van Jeff, terwijl daar Giovinazzi aan de binnenkant gaat bij Lando Norris. Kiezen wij een wijdere lijn, zodat we eerder de auto recht hebben. Gaan hier vroeg op het gas, veel wielspin.
kunnen wij dan ook Lando Norris inhalen. Lando Norris natuurlijk zonder DRS. En Norris, ik zei het al, langzaam. Die hele trein is kapot gegaan. Oeh, en dan remmen we je laat. Tikken we Giovinazzi een klein beetje aan. Volgens mij hele lichte vleugelschade daardoor. Maar niet heel erg ernstig. Ja, we moesten heel erg laat remmen om Lando Norris ook voorbij te gaan. Raken daar Giovinazzi een beetje. En we moeten nu hopen dat Giovinazzi wel de pace heeft om naar die trein te rijden. En dat lijkt er wel op. Maar gaan wij Giovinazzi inhalen? DRS gaat open. Overtake gaat aan en we gaan hem hier op dit moment inhalen. En daar valt Latifi uit. Komt er een safety car. Ja, en dan komt die safety car echt net een milliseconde voordat we Giovinazzi zouden inhalen. En dus mag ik Giovinazzi niet meer inhalen. Want dan zou ik inhalen onder geel en dan krijg ik gewoon een penalty. Dan moet ik die positie weer teruggeven. Dus heeft Giovinazzi hier geluk. Die wordt gered door de safety car wat dat betreft. Ja, en dit gebeurt er met Latifi dus. Die ploft zijn motor aan het einde van sector 3. Komt die start-finish op en parkeert zijn auto dan op een gevaarlijke plek. Want hij zet hem hier neer. Ja, en dat is precies op de exit van de allerlaatste bocht. Ja, en dat is dus niet veilig. Safety car komt naar binnen, rondje 24. Kunnen wij dan nog wat doen met de auto's voor ons? Dat zal de vraag zijn. We moeten proberen scherp te zijn, goed bij te zitten. P13 op dit moment. Lance Stroll rijdt op positie 10 daar, een paar plekken voor mij, in de Racing Point. Ja, kunnen we daar dan nog bij terechtkomen? We gaan het zien, de herstart is gekomen. We zitten een klein beetje te slapen. En dus zit Lando Norris gelijk achter me te kijken of hij wat kan gaan doen. Kan hij in ieder geval niet. We zullen veel ERS gebruiken die eerste twee rondjes om bij te blijven als de DRS weer actief wordt in rondje nummer 27. Maar ja, je ziet dat de AI ook echt heel erg veel ERS gebruikt. Gelukkig kunnen wij met het aanremmen wat tijd goed maken. Want ja, onze motor is versleten. Hebben we hier een goede exit? Overtake aan. Zitten we naast Giovinazzi? Ja, en dan houdt de motor er gewoon mee op. Die zit gewoon aan zijn max. En dus kan Giovinazzi voor mij blijven. Ja, DRS is er natuurlijk nog niet. En dus blijft Giovinazzi makkelijk voor me. En weet ik dat het heel erg moeilijk gaat worden om nog in die punten te komen. We gaan natuurlijk wel onze best doen voor de sponsoren en dergelijke, terwijl we daar een klein beetje het grind raken. We gaan gewoon onze best doen om er nog wat van te maken. Maar we zullen meer naar achter moeten kijken op dit moment dan naar voren. Dat was in ieder geval een tijdje zo. Uiteindelijk is het Valtteri Bottas die kennelijk onder de safety car nog een stop heeft gemaakt naar de harde band. Die ligt nu 14e, 2,5 seconden achter me. Maar ja, die zitten wel aan te komen. Het is natuurlijk vele, vele malen sneller. Wij zitten op versleten medium banden, hij zit op verse harde banden. Ja, die zijn al op een gegeven moment sneller. We blijven wel in de DRS bij Giovinazzi, hè. Maar ja, inhalen is gewoon praktisch onmogelijk voor ons. En dat ga je hier ook goed zien. Iedereen rijdt eigenlijk nog in de DRS van zijn voorganger. Dus ja, jij kan dan wel DRS krijgen om geholpen te worden met inhalen. Maar ja, als de auto's voor je precies hetzelfde hebben, ja, dan loop je niet harder op het rechte stuk. En dan kun je dus gewoon de auto voor je niet inhalen. Daarom heb ik met League Race ook gewoon echt een hekel aan DRS, de DRS-trein. Want je kan gewoon niks. Als degene voor je DRS hebt, kun je hem gewoon niet inhalen. Zo simpel is het. Zeker met de Dirty Air. Dan moet je echt een compound zachter hebben dan de auto's voor je. Dan had ik echt nu op softbanden moeten staan. Dan had ik misschien kunnen inhalen. Maar ja, we staan allemaal op hetzelfde materiaal. Ja, en Bottas die gaat nu langzaam komen. En uiteindelijk rondje 34 komt Bottas. En ik ga hem niet eens verdedigen. Ik blijf op de racelijn. Zet de motor even in lean. Bottas mij voorbij. Ik verlies geen tijd. En ik ga Valtteri Bottas dan nog proberen te gebruiken. Ja, om misschien Giovinazzi in te halen. Oh, we nemen daar veel risico, hè. Helemaal wijd daar op die exit. We zitten echt wel te pushen met de auto. Maar ja, de auto gaat gewoon niet harder. Kunnen we dan nog wat doen met Bottas? Kijk, Bottas zou ons sowieso inhalen. Dus op hem met hand en tand verdedigen, dat heeft helemaal geen zin. Maar kan Bottas Giovinazzi nog aanvallen? Want hij is vele malen sneller met die versere banden. En kunnen wij dan misschien gelijk meeklappen? We gaan het zien, laatste ronde gaat lopen. En die aanval van Bottas gaat komen bij Giovinazzi. Kies daar de buitenkant voor bocht 1. Moet hij laat remmen, kan hij dat? Giovinazzi moet inhouden daar aan de binnenkant. En dan gaan wij hier vol gas. Volgen we de DRS van Valtteri Bottas, de slipstream. En zo zijn we met een handigheidje Giovinazzi voorbij. En kunnen we dan Valtteri Bottas aanvallen? Want die gaat geen DRS hier krijgen als het goed is. Daar zit hij uit. Dan moeten wij hier een goede exit hebben.
Hebben hier een redelijke exit? Ah, oh, maar die Mercedes die loopt zo ontzettend hard. En wij krijgen dan wel DRS, maar voordat we harder lopen dan Bottas, is het rechte stuk voorbij. Ja, en hier een herhaling van dat moment. Ja, toch wel een geniale inactie op Giovinazzi. Ik zag het al aankomen. Hij wordt aan de binnenkant natuurlijk een beetje gesqueezed, moet dan flink tempo inhouden. Ja, ik knal je vol die bocht in, laat hem wijd lopen naast hem en ga je gewoon vol op het gas. Neem meer snelheid mee, hebben dan slipstream en DRS op Bottas. Ja, en zo halen we Giovinazzi dus in. Worden we toch 13e in deze race in plaats van 14e, want anders had Bottas ons gepakt. En hadden we Giovinazzi ook niet gepakt, dus ja, we moeten maar leven met een 13e plek. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Fantastic team effort to secure victory here in the Styrian Alps. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. Ja, wij worden dus 13e in deze race. Nick de Vries wordt 20e. Weet in ieder geval weer voor de Williamsen te finishen. Eigenlijk vlak achter Lando Norris, die toch al opvallend genoeg ver teruggevallen is deze race. Misschien had hij gewoon echt problemen om zijn banden te managen, geen idee. Maar ja, dit is dan de uitslag van de race. Lewis Hamilton wint hem in ieder geval voor de zoveelste keer dit seizoen. En ja, dan gaan we na de race dus kijken of we het contract van Nick de Vries gaan verlengen. En ja, uiteindelijk kiezen we ervoor om dat te doen. We kunnen kiezen voor low risk, medium risk of high risk. Het geeft dus aan hoeveel budget we aan Nick de Vries gaan geven. Nou ja, we zijn een Nederlands team. Ik wil Nick de Vries zeker aan boord houden. Ik kies gewoon voor low risk. We hebben redelijk wat geld bewaard. Ja, en Nick de Vries gaat uiteraard akkoord met deze voorwaarden. Anders heeft hij geen stoeltje in de Formule 1. En het is gewoon een heel erg net salaris wat deze man ontvangt. Gezien wat hij nog niet echt gepresteerd heeft op de baan. Maar ja, dat ligt vooral aan de auto. En dan was dit de My Team Career aflevering van deze keer. Ik ga weer mijn best doen om hem wekelijks op vrijdag te uploaden. Dus ja, jongens, bedankt voor jullie geduld. Wat ik al zei, volgende week een giveaway op mijn Instagram account. Waarschijnlijk, F1 2020, voor de PC. Volg mij allemaal op Instagram om mee te kunnen doen, überhaupt. En daar zal ook verder de announcement komen. En waarschijnlijk laat ik het volgende week in de My Team Career aflevering ook nog een keer weten. Ja, in ieder geval allemaal bedankt voor het kijken voor nu. Fijn weekend alvast en tot volgende week met nieuwe video's.